Breda Nu. Je weet het meteen. Bewoners van de Bredase wijk Heuvel hebben zich in het verleden altijd al actief getoond. Nu weer. Ze hebben een buurtonderneming aan het Nolensplein opgericht. Ja, een buurtonderneming komt echt voort uit een van de werkgroepen die aangehaakt is bij het wijkplatform. Wijkplatform is ontstaan uit de wijkplanavonden. Wijkplatform is eigenlijk de verzameling van werkgroepen die in de wijk actief zijn. Nou, werkgroep Nolensplein was daar één van en de werkgroep Nolensplein heeft nu bedacht, we moeten een buurtonderneming hebben waarmee we echt concreet aan de slag kunnen met het project. We moeten echt gaan doen en niet alleen maar meer praten. Dus, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, Wat ons als college betreft is de buurt de plek waar alles gebeurt. Hè. En mensen maken daar zelf de stad, het leven en de beweging. En zo'n plek als dit is natuurlijk bij uitstek een plek waar de energie vandaan komt. Hè. Waar je ziet ze binnen al aan het naaien, je ziet ze lekker aan het spelen, aan het vuurtje stoken. Dit soort energie, daar zijn we naar op zoek als gemeente. En fantastisch. Ja, we zijn bezig met fietswerkplaats, we zijn bezig met een wijkinformatiepunt. We hebben ideeën over een buurtrestaurant. We zijn bezig met de voorbereiding voor een bijentuin op de braakliggende trein in de wijk. We zijn bezig met of we een Jeu de Boelbaan op het plein kunnen krijgen. Dus zo hele concrete projecten waar we eigenlijk vrij snel mee aan de slag kunnen. Ja, een mooie, markante wijk natuurlijk, hè, waar van oudsher al veel mensen elkaar kennen, waar de gemeenschapszin al wel groot is. Dus mensen werken al veel graag samen. Ja, en zo'n plek waar we nu staan, hè, die brengt dat allemaal bij elkaar en die maakt van zo'n heuvelplein weer een fantastische plek. Ja, het mooie is dat ik nu hier een aantal weken vanaf 1 januari zit ik hier echt 2 ochtenden en eigenlijk elke week wandelen de mensen binnen. Met of een idee of met ik wil graag bijdragen, ik wil graag iets doen. Dus elke week groeit het. We zijn nu al met 10, 15 mensen. En ik zeg al, elke week komen er wel 1 of 2 mensen bij die zich melden en iets willen gaan doen. De bewoners zitten vol met ideeën. Betere leefbaarheid door minder grof vuil te storten op straat. Dat is een van de dingen waarvan ik denk, van dat erger ik me aan. En dat vind ik gewoon belangrijk, dat daar wat aan gedaan wordt. Ja, en ik probeer de honden op een andere manier te laten poepen. Ik hoop dat mensen zich realiseren dat de buurt schoon moet blijven. En dat leren we allemaal door te doen. En wat ga je daaraan doen om dat te bereiken? Communicatie en mensen bereiken en goed kijken om je heen wat er gebeurt. Ja. Spreek je mensen dan aan op hun gedrag? Ja, vooral ook jongeren zeg ik heel vaak dat kan niet of probeer het anders aan te pakken.